Het lijkt erop dat de lucht tussen René van der Gijp en Euskan Akjol behoorlijk is opgeklaard en niet bepaald in het voordeel van Akjol. Na het tumult rond het brulfilmpje van Matthijs van Nieuwkerk lijkt het vertrouwen tussen Akjol en de mannen van vandaag in Said tot een dieptepunt te zijn gezonken. De verwachte verschijning van Akjol bij Zes werd afgezegd vanwege het meningsverschil, wat de situatie alleen maar verder op scherp zette. In de nasleep van deze gebeurtenissen lijkt René van der Grijp duidelijk te maken dat hij niet bepaald rauwig zal zijn als Akjol besluit om niet meer als tafelheer op te treden. Met een schijnbaar luchtige opmerking, waarbij hij impliceert dat de show wel doorgaat, zelfs zonder Akjol, lijkt hij de kwestie af te doen als niet bijzonder belangrijk. Wilfred Gené voegt hier nog wat cynisme aan toe. Terwijl hij met René van der Grijp een gesprek voert over de mogelijke verschijningsdatum van Akjol. Het lijkt allemaal meer op een spelletje raden wanneer Akjol komt dan een serieuze discussie over zijn mogelijke terugkeer. Angela de Jong uit haar bedenkingen over Akjol's optreden, waarbij ze suggereert dat zijn vaagheid en onhandigheid de situatie alleen maar hebben verergerd. Ze lijkt te geloven dat Akjol zichzelf in de problemen heeft gebracht door niet duidelijk te zijn over de situatie rond het brulfilmpje. Johan Derksen voegt hier nog aan toe door te benadrukken hoe Akjol's beweringen over een schokkend filmpje zonder enige onderbouwing de zaak alleen maar gecompliceerder hebben gemaakt. Het lijkt erop dat de relatie tussen Van der Grijp en Akjol flink bekoeld is. Van der Grijp lijkt openlijk te tonen dat hij niet echt waarde hecht aan Akjol's aanwezigheid bij Vandaag in Said, en dat het voor hem niet veel uitmaakt of Akjol besluit terug te keren als tafelheer of niet. TV-kenner Rob Gooses trekt de ironische conclusie dat Akjol zich waarschijnlijk niet erg gewaardeerd zal voelen na deze ontwikkelingen. De hele situatie lijkt te hebben geleid tot een ongemakkelijke impasse tussen Akjol en de mannen van Vandaag in Said. Waarbij de toekomst van Akiol als tafel hier meer dan ooit onzeker lijkt.